Pepernoten worden dit jaar flink duurder. Prijsstijgingen van wel 20% ten opzichte van vorig jaar zijn geen uitzondering. Een kilo zak chocoladepepernoten kan bijvoorbeeld oplopen tot 5 euro. De boosdoeners van de prijsstijging zitten vooral in het koekje zelf. Alle grondstoffen waar de pepernoten uit bestaan, tarwe, chocolade en suiker, die zijn heel erg gestegen. Dat zijn net de ingrediënten die wij gebruiken. Jaarlijks is producent Van Delft verantwoordelijk voor 5,5 miljard pepernoten. Driekwart van de Nederlandse markt. Bij de pepernotenwinkel aan de Herenstraat vliegt het populaire koekje het hele jaar door over de toonbank. Maar ook hier moesten de prijzen omhoog. Dat pakte anders uit dan verwacht. Oh, er zal wel heel veel commentaar op komen of dat je daar dingen over hoort van de klanten. Maar eerlijk gezegd heb ik daar niemand over gehoord. En ik denk dat mensen ook gewend zijn dat overal om hen heen dingen duurder worden. En het is niet zo dat het alleen hier is. Naast gestegen grondstofkosten spelen ook transport, energie en verpakkingskosten een rol. Toch verwachten ze in de winkel dat de invloed beperkt blijft. Ik denk dat mensen toch graag even dat gevoel ophalen hier misschien en mee naar huis nemen. En dat ze dat heel belangrijk vinden, juist misschien wel in deze tijd. Okay, dankjewel. Fijne dag. Dag. Doei.